Het nieuws in 1 minuut. Het hoge water in Kampen heeft vannacht geen problemen veroorzaakt. Het water kwam tot een hoogte van 1,05 meter boven NAP. Het water moet een hoogte van 1,40 meter bereiken voordat het de kade overloopt. De kade trekt ook veel belangstellenden. Sinds 1 januari mogen tandartsen zelf bepalen hoeveel ze vragen voor een behandeling. Voor veel mensen is het onduidelijk en daarom heeft een aantal tandartsen in Overijssel hun tarieven via internet bekendgemaakt. Hoge waterstanden, harde rukwinden en fikse regenbuien zijn herfstige condities waarmee we te maken hebben. Overijssel is in de ban van de regen en de storm. Veel fietsers hebben moeite om tegen de harde wind in te komen. Een grote boom heeft veel schade veroorzaakt aan het dak van een oude kapperswoning in Diepeveen. Door de klap werden honderden dakpannen losgerukt en zijn er scheuren en gaten in het dak ontstaan. Er werd druk gewerkt om het dak weer waterdicht te maken. Een rare manier om wakker te worden, hè?